Jij zei altijd tegen mij, ik wil piloot worden, ik wil piloot worden. De enige reden waarom dat is, zodat je de hele dag in de cockpit kan gaan zitten. Shanna, eindelijk kan ik je slachten. He, met al mijn informatie, ik maak je af. Let's motherfucking go. Je moeder. Hi vriendje, ik hoop dat je er klaar voor bent, want onze vriendschap staat vandaag op het spel. Ik ga je echt kapot maken. Je moeder. Oké, we zijn hier vanavond om erachter te komen wie de beste trash talker is. Ik wil weten wie de ander volledig afbrandt, wie er zelf compleet afgaat. En natuurlijk wie er aan het einde van deze battle nog staat. En dan in de ene hoek de man die meer tijd spendeert in zijn bed dan een gemiddeld coma-patiënt. Jordan! Ik ben Jordan Lorenzo Jacobs. Ik ben bekend van Ex on the Beach. Scoorde zomer door. Bekende playboy. Bekende mooi boy. Dat is het een beetje. En dan, in de andere hoek, de vrouw die na het opdoen van make-up 6 kilo zwaarder is. Shanna! Ja! Ik ben Shanna. Ik ben bekend van Ex on the Beach en Score de Zomer Door. Ik vond Ex on the Beach echt super leuk om te doen. En ik heb er echt van genoten. Ik zou het zo weer doen. Luister, jullie gaan 3 rondes doen. De eerste ronde is your mama jokes. Dus alleen maar je moeder grappen. Ja? Okay. De tweede ronde worden we gewoon persoonlijk. Jullie kennen elkaar goed, dus ik verwacht harde, smerige shit. De derde ronde is de knock-out ronde. Alle schade die jullie in de vorige rondes dan hebben opgelopen, kan je dan laten wegvagen met 1 gruwelijke joke. Dus jij krijgt geen joke, jij krijgt geen joke om de ander compleet te kantelen. Zijn jullie ready? Ik ben ready. Vrouwen gaan voor. Let's get it. Jordan, jouw moeder is zo dom dat ze zich afvroeg wie de schrijver van Facebook is. Alsof die bitch kan lezen. Jouw moeder is zo dom. Ze neemt aanstekers mee naar de gym om vet te verbranden. Jouw moeder. Haar hoofd is zo groot, als ze haar telefoon aan een andere oor zet, staat er... Welkom in België. Maar Shen, we hadden het net al over dik en dun. Jouw moeder is zo dik, ze zoekt de hele dag op internet naar cookies en blijft klikken. Jouw moeder is zo vies. Om 20 kilo af te vallen, hoeft ze alleen maar te douchen. Maar jouw moeder, tijdens die hele hype van hashtag MeToo, maakte zij haar eigen actie. Hashtag DoMeToo. Jouw moeder is zo dik, toen ze op de ark van Noach wilde, mocht ze er niet eens op. Ze hadden al 2 olifanten. Jouw moeder is zo lelijk dat de regendruppels haar ontwijken. Jouw moeder is zo nasty. Haar teeth lijkt op een stoeptegel. Als je het optilt, dan komen er allemaal pissebedden onder vandaan. Oké. Ik heb het de hele tijd over je moeder, maar je moeder is best lekker. Oh. Vandaar dat Quinten nog steeds bij je is. Kunnen jullie elkaar nog een hand geven? Zeker weten. Oké. Nog wel. Zeker. Want ronde 1 is afgelopen. We gaan door naar ronde 2. Yeah! We gaan nu naar ronde 2. En daar gaan jullie persoonlijk worden. En zoals ik al eerder zei, jullie kennen elkaar heel goed. Dus ik verwacht alleen maar vuurwerk. Ronde 2. Are you ready? I'm ready, man. Ben jij ready? Zeker. Let's get it! Yeah!
Vrouwen gaan eerst. Nou, omdat jij het haar van een vrouw hebt. Let's go, man. Shanna, je denkt dat je een lekker wijf bent. Maar zonder al dat make-up ben je gewoon Jody Bernal. Jor, je hebt vliegangst, toch? Zeker. Volgens mij je lul ook, want die gaat ook niet omhoog. Shanna, ik zie dat ze tijdens het weghalen van je spataderen ook je billen hebben meegenomen. Jij spaart zoveel soa's dat je sommige zelfs dubbel hebt. Lieve Shanna, jij hebt zoveel weef dat alle kinderen in India nu kaal zijn. Nou, Jordan, een sekspartij met jou is net als die grappen van je. Slap gelul. Shanna, jij gebruikt zoveel make-up. Je hebt gewoon twee gezichten. Mask on, mask off. Ja, Jor, het is echt ongelofelijk. Het enige wat bij jou keihard is, is je haar. Maak twee dik grappen achter elkaar. Ik weet het ook niet. Maar Shen, jij zei altijd tegen mij... ik wil piloot worden, ik wil piloot worden. De enige reden waarom dat is... zodat je de hele dag in de cockpit kan gaan zitten. Jordan, je voelt jezelf zo groot. Maar je bent zo klein. Je hoeft niet eens te bukken om je veters te strikken. Oké, guys, kom erbij. Dit was het einde van ronde 2. Denk komend weekend alleen nog maar aan jouw slappe lul. We gaan door naar ronde 3. Luister, ronde 3 is de allesbeslissende ronde. Jullie krijgen allebei één joke. Eén joke om elkaar te kantelen. Okay. Ben je ready? Ik ben ready. Ben jij ready? Ready. Vrouwen gaan eerst. Hij heeft het zo vaak over je billen gehad. Geen respect voor hem. Finish him! Jordan, jij bent zo dom. Toen de dokter jou vertelde dat je hepatitis A had, ging je nog door voor B en C. Dat is wel waar. Maar Shen, ik heb het de hele tijd over je moeder gehad. Echt de hele tijd grap dit over je moeder. Ik wil ook een grap maken over je vader. Maar die ken je helaas niet. Oké, dat was het dan. Het einde van deze battle. Geef elkaar nog even een knuffel. Gaan wij tijdens dat heel even beslissen wie er heeft gewonnen. Die slappe lul jokes, ik zweer het. Als ze dat tegen mij had gezegd, zou mijn lul nooit meer omhoog komen. Snap je? Die billen en die spataderen jokes van Jordan. Ik vond het zielig. En haar vriend is hier, hè? Knockout was fucking goed van Jordan. Nou, ik weet wel wie er heeft gewonnen. Ik ook, man. Ik ook. Hi guys, luister, Jordan, je was op het einde super respectloos. We love that. Dat is waar het ook een beetje hier om draait. Je moederjokes waren echt keihard. Shanna, jouw attitude, je presence, je performance was zo spot on. Ik werd gewoon een beetje bang van je. Ik zweer het, jij hebt zoveel slappe lullen jokes gemaakt. Elke man hier heeft gewoon vandaag gewoon problemen daarmee. You know? Maar we zijn tot een conclusie gekomen. We weten wie de winnaar is. Rijk. Ik ga het simpel houden. De winnaar van deze battle is... Shanna! Oh! Ja, ze bleef erop hameren, hè? Over, over het niet werkende apparaat. Ja, dat kan gebeuren, ja. Je moet hem accepteren. En ik probeerde hard terug te komen, maar het voelde wel eventjes pijnlijk. Een paar keer een steek in het hart. Yes, ja, ik ben echt super blij dat ik heb gewonnen. Lekker even Jordan ingemaakt. Dat was hem dan alweer. Deze battle was echt fucked up. We zijn de volgende keer gewoon weer. Tot dan. Dit is jouw show. Dit is je moeder.
dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. Als je het nou te gek vond, je wil nog eentje zien. Abonneer dan op dit kanaal en deel het met je vrienden.